Pieter Voog, voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname, VMS. Ik vind het jammer dat het hoofd van de medische dienst van het SZF, Humphrey Hasraat, de artsen in een kwaad daglicht zet. Hij zei dit vanmiddag tijdens een persconferentie van de VMS in het VMS-gebouw. Hij ging in op de uitspraken die Hasraat bij verschillende media heeft gedaan. En Voog is er niet over te spreken dat Hasraat blijft hameren op zijn uitspraken, al zouden enkele specialisten gefraudeerd en onrechtmatig hebben gedeclareerd. En ik zal u nu zeggen als voorzitter van de vereniging, dat het natuurlijk niet onmogelijk is dat er enkele onder ons zijn die mogelijk onrechtmatig hebben gehandeld. Immers, overal zijn er wel rotte appels. Zeker ook onder de medici, maar zeer zeker ook bijvoorbeeld bij de staatsziekenfonds. Er zijn voldoende contractuele mechanismen om in te grijpen. Wat vaker ook is aangegeven door de Vereniging van Medici aan het staatsziekenfonds, maar heeft daar nooit iets mee gedaan. De VMS wordt er met de haren bij gesleept, maar het staatsziekenfonds heeft 170 individuele contracten afgesloten met specialisten. Het is aan het staatsziekenfonds om dit probleem op te lossen. Kennelijk is de heer Hasraat, die daar al enkele jaren bivakkeert, niet capabel om dit probleem op te lossen en denkt hij de publieke opinie nodig te hebben om hier iets te kunnen forceren of om misschien een ander hoger doel te bereiken. Voog zegt verder dat de vereniging al langer dan 50 jaar waakt over de kwaliteit van de zorg. Zij moet deze helpen waarborgen en waar mogelijk ook verbeteren. Daarom zijn de uitspraken zeer kwalijk genomen door de vereniging, benadrukt Voog. Als hoofd van de medische dienst van het SZF probeert deze man door middel van valse voorlichting de publieke opinie zodanig te beïnvloeden dat men negatief gaat denken over artsen en met name de specialisten. We worden afgeschilderd als boeven, geldwolven en fraudeurs. Waarom doet meneer Hasraat dit? Is het om zodoende de huisartsen, specialisten en apothekers? Pieter Voog, voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname, VMS. Hij sprak vanmiddag zijn misnoegen uit over de uitspraken van het hoofdmedische dienst van het SZF, Humphrey Hasraat. SZF-directeur Ricky Kromodihardjo wilde vooralsnog niet ingaan op de uitspraken van zijn hoofdmedische dienst of de reactie hierop van de VMS. Hij zegt aan onze nieuwsdienst eerst alle informatie tot zich te nemen, alvorens het SZF een uitspraak zal doen in deze zaak.